Mijn naam is Jolien Roos Hesselink. Ik ben cardioloog in het Erasmus MC. En in 2011 hebben we de Thorax Foundation opgericht. Dat is bedoeld om geld binnen te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve, topklinische, belangrijke onderzoeksgebieden in de cardiologie, de thoraxchirurgie en de longziekten. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen. En het is doodsoorzaak nummer 2 voor mannen. En daarom is het heel belangrijk dat wij een aantal onderzoeken uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld naar ernstige levensbedreigende ritmestoornissen. Naar de beste behandeling van het acute hartinfarct. Maar ook naar kindertjes die geboren worden met een aangeboren hartafwijking. En daar zijn enorme vooruitgangen al geboekt in de afgelopen 20 jaar. Maar we denken dat we daar nog echt grote stappen kunnen maken. En met uw steun denken we levens te kunnen redden. Persoonlijk doe ik onderzoek naar vrouwen met een hartafwijking. En mijn aandacht richt zich dan vooral op vrouwen met een hartafwijking die zwanger willen worden. Want zwangerschap is een forse belasting voor het hart. En we willen graag onderzoeken welke vrouwen veilig zwanger kunnen worden. Want eigenlijk wil ik het liefst dat iedere vrouw ook een gezin kan stichten. Maar je wil ook voorkomen dat vrouwen tijdens de zwangerschap in grote problemen komen. U kent misschien allemaal wel iemand in uw omgeving met een hartaandoening. En dat kan zijn een aangeboren hartafwijking of iemand die een hartinfarct heeft gehad of geopereerd is aan het hart. Mocht u geïnteresseerd zijn in wat wij allemaal doen aan onderzoek, zou ik u graag willen uitnodigen onze website te bezoeken. En natuurlijk zou het fantastisch zijn als u ons zou willen supporten. Dank u wel.